Hallo, meisje van het goede leven. Dit is de Rian Hilda Show. Nou, en vandaag is onze eerste vlog. Maar ik moet het even dringend over die talkpoeder met je hebben, hoor. Welke talkpoeder? Nou, je weet toch maar aan mij. Daar was ik toch talkpoeder voor nodig. Oh nee, niet weer. Ja, ik heb de vierde bus van vandaag al leeg en het lukt echt niet. Nou, moet ik je dan even een nieuwe kopen? Nou, als je wil. Neem er even mee, hoor. Kijk, weet je wat het is? Het ligt hem gewoon in de pols. In de pols? Ja, in de dat pols. Dat helpt toch niet? De maanbuien gaan niet weg. Jawel, want kijk, als je in de pols... Je moet gewoon het in de pols houden. Je moet het er gewoon overheen wrijven. Maakt niet uit waar je het hebt. Heb jij het vaker gehad of zo? Ja. Hier achteraan mijn benen en zo. Ja, en achter op de rug heb ik er ook twee gehad. Nou, dus wat ik jou zei, achter op de rug heb ik er ook twee gehad, hè? Hey, Ria, we hebben gluurders! We hebben gluurders! Oh nee, we hebben gluurders! Nee, niet meer! Kijk, Hatjo! Hey, vrouwlijn, wat zit jij daar nou, hè? Nou, we hebben weer een gluurder erbij. Het zal weer eens niet, joh. Ik zat net over mijn zakelijke problemen te praten en dan zit jij iets binnen te komen. Jij hebt het ook gehoord. Vrouwtje, kom eens hier, hoe heet jij? Nou, ze is op de vlucht geslagen, zou ik zeggen. Echt waar, ze is niet hoe snel ze hier vandaan moest. We hebben nou wel heter dat betrapt, hè? Ja, heter dat. Zeker heet. Nou, ik moet jullie ook nog iets vertellen, joh. Hilda, die wou haar talkpoeder in smeren, hè? Maar ja, het was dus blijkbaar niet goed gelukt. Of heb ik dat net al verteld? Het was niet aangeslagen, dat zeg ik net toch ook al? Was het weer niet aangeslagen? Nee, dat zie ik toch? Ja, ik zit te filmen, heel. Ja, ik weet niet wat jij allemaal zegt, maar ik zeg het twee keer. Jij drukt toch altijd dat knopje daar? Ja, dan moet je er niet op drukken. Daar kan ik toch niks aan doen, Hilda. We hebben alweer gluurders, hoor. Ze komen hier gewoon zo binnen. Echt waar, weer iemand. We gaan hier even door het raampje heen zitten gluren. Wie hier allemaal zitten gluren. Oké, wacht even hoor, jongens. Oh mijn god. Hier zitten de gluurders. Op hete daad betrapt. Alweer op hete daad, hè? Ja, of niet dan? Godverdomme zeg, man. De jeugd gewoon tegenwoordig, joh. Nou ja, zeg. Het is echt niet meer normaal. De jeugd van tegenwoordig denk dat je maar alles kunnen maken. Ja, zeker.